Welkom bij deze video. Vandaag gaan we de blote burger review doen met Jan Moes. En we gaan 3 verschillende burgers maken en die gaan we dan hier neerzetten. En dan gaan we kijken of Jan Moes, of die de burger, de vegetarische burger eruit kan pikken. Ik wil geen saus, ik weet het zeker. Dat... Wat een stukje, Jan? Dan knippen we. En dan gaan we stiekem 2 vegetarische burgers erin doen in plaats van 1. Dus laten we beginnen met koken. Ik denk dat het heel lastig wordt. We beginnen vandaag met een pan. We hebben hier een Amerikaanse burger. Dat is een echte burger. Dan hebben we een burger van de vegetarische slager. Dat is een vegetarische burger. En dan hebben we hier de Beyond Meat. Die was in de bonus. Nou, Jan Moes van... Gaan we even kijken of we hem kunnen vinden. Treffen we hem aan. We zijn hier samen met... Dit is Jan TV, de professionele reviewer. Goedenavond. Als jij een burger bestelt van de McDonald's, wat doe je daar dan op? Helemaal niks. Vlees en brood. Vlees en brood. Jan Moes, die houdt van een blote burger. Zeker waar. Dus dat is hoe we de burgers gaan voorbereiden vanavond. Als dat geen knalspectakel wordt, dan weet ik het ook niet meer. Als dat geen knal... Dames en heren, we gaan het... We gaan niet overnieuw, We gaan het niet overnieuw doen. Alles in één keer. Do I track you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, I guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? We gaan even testen of Jan deze saus lekker vindt. Wat is dat voor saus? Dit is barbecue saus. Oké. Niet te veel hoor. Nee, niet te veel. Klein beetje. Hier een klein beetje barbecue saus, als ik het goed begrijp. En ik... Nee. Nee? Het is een beetje te krachtig. Jan, jij vindt de saus niet lekker, de barbecue saus? Hij is te machtig voor mijn idee. Of moet ik een ander sausje uitkiezen? Blote burger. Jan die wil dus geen saus. Ik dacht, de saus maakt het een beetje dat je niet meer weet van welk merk het is. Ik heb een beetje burgersaus. Misschien vind je dat wel lekker. Ja, burgersaus gaat het niet worden. Want als jullie me een beetje beter kennen dan vandaag, dan weet je dat ik alleen maar tegen sommige barbecue saus en pindasaus kan. Nou, dat is jammer. I could be brown, I could be blue, I could be fire in the sky. Weet je zeker? Geen saus, Jan. Gotta be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, when you walk out the door. Op het eerste oog, welke denk je dat er echt is en welke denk je dat er nep is? Wat ik sowieso wilde zeggen was, de presentatie is goed. Masterchef zou ik kunnen zeggen. Vanaf het, eerste zicht, laat ik het zo zeggen, lijken ze allemaal echt. Dus echt vlees. En welke denk je dat de vegetarische burger is? Dus burger 1, burger 2, burger 3. En ik dacht burger 3. Ja. Burger 3, dus jij denkt dat deze het echte vlees is? Dat denk ik, ja. Ja. En dan hebben we nog deze. Ja. Nee, dat zou ook nog kunnen. En burgertje 1. Ja. Oeh, weet je het zeker? Het is maar een gok, hè? Gok natuurlijk, het is alleen op zicht. Nou, dan gaan we beginnen met het testen van de burgers. Laten we beginnen bij burger nummer 1. Hoe pak ik normaal gesproken een burger bij? Nou, het broodje voelt lekker warm aan, de burger... Ja. Oeh. Ja. Ik moet je toegeven, de smaak is super goed. Ja. Dit had ik niet verwacht van een burger uit een supermarkt. Ja. En De uitslag is zeker niet negatief. Als je hem een cijfer zou moeten geven, 1 uit de 10? Of 0, van de 0 tot de 10? 7,2. Een 7,2 voor burgertje nummer 1. De saamhorigheid, gezelligheid, met vrienden samen zijn. Ik heb wel wat, ik weet niet hoe ze heten, maar dat zijn met die apen met die grote roze billen. Daar heb ik niet zoveel mee, die mogen oprotten. Exact. Jan, kom zuipen vanavond, het wordt leuk, zeiden ze. Vervolgens zit je hier een burger reviewed. Nou, dan gaan we naar burgertje nummer 2. We zijn heel benieuwd naar deze, Jan. Oké. Mm-hmm. Ik dacht dat wel wat opviel, maar dat was gewoon het broodje. Dan gaan we de eerste hap nemen. Krokant korstje. Smaakt die... Wat vind je van de textuur? Oké, sorry.
Ik loop daar van stapel natuurlijk. Ooit enthousiast. Zo, die is doorgeslikt. Laat het eerlijk zijn, ik vond hem best lekker. Het krokante korstje, ja, dat ben ik niet gewend van een burger, maar toch vond ik het wel wat hebben, zeg maar. Weet je wel, die was zeker goed. De geur was een beetje verrassend. Het rook een beetje naar groente. Maar... Groente? Rook het naar groente. Dus je hebt al een beetje een clue van welke de vegetarische gaat zijn. Ja, maar dan moet ik eerst nog even de derde kunnen proeven om... om uit... Ja, natuurlijk. Wat was het cijfer ook alweer? Die had ik nog niet gegeven, maar ik denk toch wel een 7,9. Een 7,9 voor burgertje nummer 2. Het grote assortiment aan achtbanen die ze hebben. Want daar ben ik wel fan van, ja. Supergezellig park, alleen ik hou echt van adrenaline, omdat ik die van mayonaise hou. Dus die heb jij hoger op de schaal zitten dan burgertje nummer 1? Tot nu toe wel, ja. Ja. Nou, oké, dan ben ik heel benieuwd wat jij van burgertje nummer 3 vindt. Even naar de textuur kijken. Het ziet eruit als een burgertje. Het ziet er zeker uit als een burgertje kas. Opnemen. Nou, laten we even gek doen. Oei. Oei. Moet je iets drinken hebben? Trek die Dr. Pepper open. Oh, je hebt hier nog een biertje. Gadverdamme zeg, wat was dat? Sorry? Lekker. Was die niet lekker? Nee. ik weet niet wat het was. Het was gewoon een onbeschrijfelijke smaak waar mijn smaakpapillen niet tegen konden. Nog een hap even voor die tweede impressie en dan... Oké, tweede impressie, dames en heren. Hot wings voor een mocht het eigenlijk niet lekker zijn. Altijd lekker. Ik ga toch nog eventjes een... Ik had nooit een burger op het uiterlijk moeten beoordelen en ook niet op de eerste hap. Je moet altijd sowieso nog wel een tweede hap... De tweede hap ging sowieso beter. Ik deed er wat langzamer ook. Voor de rest, de eerste hap was even heftig, maar je krijgt een nieuwe smaak binnen. Dat kan altijd heftig overkomen. Heb je meer tijd besteed aan burgertje nummer 3? Wat voor cijfer zou je hem geven? Na die tweede hap heb ik toch wel besloten om het een 7,3 te geven. Zou je niet nog een hap van de burgertje nummer 1 nemen? Ik vind hem best wel lekker eigenlijk deze. Beter dan burgertje 3 of slechter? Of op hetzelfde niveau, dat kan ook natuurlijk. Zelfde niveau. Oké, nou. Terug naar de jungle, bitch. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar dit interview. En ik wens jullie allemaal heel veel sterkte en gezondheid toe. Dat maak je niet echt een keuze tussen de laatste twee burgers. Maar de lekkerste vind je sowieso burgertje nummer 2. Nou, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En welke denk je dat vegetarisch is van de 3? Mijn eerste indruk, mijn eerste hap, die was sowieso een beetje heftig bij de derde burger. Nee. Een frietje? Altijd. Ik heb natuurlijk, vanwege de redactie, heb ik natuurlijk even een tweede hap genomen om toch even te kijken hoe het was. Als die lekker in je mond is, dan maakt niet uit wat het bij je neus doet. Het grote moment is aangebroken. Burgertje 1, 2, 3. Welke denk jij dat de vegetarische is? Ik denk nog steeds burgertje nummer 3 eigenlijk. Je denkt dat burgertje nummer 3 de vegetarische burger is? Ja. Ik had sowieso verwacht dat die de echte, zeg maar, er sowieso bovenuit zou komen. Maar ik zit eigenlijk bij alle 3 te twijfelen, maar toch gaat mijn keuze uit naar nummer 3. Oké. Zal ik het je verklappen welke het is geweest? Ja. Burgertje nummer 1. Dat was de Beyond Meat burger. En die is vegetarisch. Oké. Dan burgertje nummer 2. Komt van de vegetarische slager. En die is dus ook vegetarisch. Ja. En dan burgertje nummer 3, die jij afschuwelijk vond. Dat was een echte burger. Meen je dit nou? Ja, dat meen ik serieus. Hier, zullen we nog even naar kijken? Nou, dan vind ik hem zwart tegenvallen. En je hebt verder niet kruiden of wat dan ook. Ik heb verder niks eraan toegevoegd. Dit was een originele nummer 2. Ja. En dan Amerikaanse burger. Dat is een echte, zoals je ziet. Burgertje nummer 3. Nou, ik sta versteld. Dames en heren. Zo zie je maar weer. Sorry. Mocht je nou een voorstander zijn van vlees en vind je vlees hartstikke lekker. Het hoeft niet altijd daadwerkelijk 100% vlees te zijn. Neem dan de burger van de vegetarische slager. Even lekker en je doet er geen dieren mee pijn. Nou, Mark. Mensen, bedankt voor het kijken. Zoals je ziet.
Dit was Blote Burger met Jan Moes. If you only want what everybody else says you should want. You want. Brown, I could be blue, I could be violet sky. Gotta be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green. I just wanna feel real love, feel the home there.